Er zijn geen concrete besluiten voortgekomen uit het gesprek tussen de BVL als en waarnemend president Ashwin Adin. BVL als voorzitter Wilgo Valies is echter positief gestemd. Volgens hem heeft het staatshoofd aangegeven dat er in de toekomst goed overlegd zal moeten worden met de vakorganisaties. De bespreking heeft vanmiddag plaats gehad na een schrijven van de waarnemend president aan de BVL als, waarbij het staatshoofd hen eerder deze week heeft uitgenodigd voor een gesprek op zijn kabinet. Dit was een antwoord op het schrijven van de BVL als van 5 oktober 2017. Wij spraken voorzitter Valies kort voor het gesprek met de waarnemend president. Hij geeft aan dat de brief van het staatshoofd gisteren is ontvangen. Het heeft volgens Valies dus veel tijd en energie gekost om zaken in deze korte periode in place te brengen. Maar de punten zijn wel bekend, ja. Wat zijn ze wel de punten? Dat gaat u straks van ons horen. In ieder geval die schendingen waarover ik het heb en ook de lopende zaken die wij, die nog niet zijn afgehandeld, herwaarderingsbesluit en ook de, hoe men kwam aan onze verworvenheden. Ja, dus, en de onderdrukking van ons, van de leerkrachten, dat is eigenlijk het heikel punt. In het schrijven aan de bonden geeft Adin aan dat de regering uitvoerig geïnformeerd wil worden over wat door de BVL als aangemerkt wordt als schending van vakverenigingsvrijheden. Ook wil hij meer weten over de maatregelen die volgens de organisatie door het ministerie van Onderwijs teruggedraaid moeten worden. Volgens Valies leeft hij niet op goede voet met de onderwijsminister Robert Peneu, omdat die de leerkrachten onheus heeft behandeld. Hoe kunt u zoiets zeggen, u vragen? Als we kijken hoe hij omgaat met de leerkrachten, waarbij de leerkrachten worden onderdrukt, geïntimideerd, directeuren worden geïntimideerd, leerkrachten worden geïntimideerd. A la dolmutaties van leerkrachten. Hoe kan ik op goede voet zijn terwijl hij de grondrechten van de werkers schendt? Alsjeblieft, meneer Pina. Welke antwoorden wilt u graag van de vicepresident horen vandaag? We willen antwoorden op alle zaken. Zeker die we vandaag zullen antameren. Ja. Dingen zoals terugdraaien van bepaalde besluiten. Ja, zonder meer. Dat is voor ons van eminent belang, omdat ze ten onrechte zijn. Toch, men heeft dus de leerkrachten bij de uitoefening. Maar dan moeten ze zeggen, bij het beleven van hun grondrechten zijn ze gestraft geworden. En dat kunnen we niet accepteren. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Wij spraken hem vanmiddag voor het gesprek met de waarnemend president Ashwin Adin op het kabinet van de vice-president.